Oké jongens, college 2 van moleculenspectroscopie. We gaan het vandaag hebben over massaspectrometrie. Een techniek die veel gebruikt wordt, ook op heel veel verschillende manieren gebruikt wordt. Vooral voor de analytische chemici een hele mooie techniek. We gebruiken vandaag vooral dit boek. Ook voor in het organisch chemisch boek staat wel wat informatie. Maar vooral het boek van spectrometrie vind ik veruit het beste hier. Omdat we bij moleculenspectroscopie willen we een structuurformule achterhalen. En dan heb je infraroodspectrometrie, je hebt massaspectrometrie, je hebt NMR-spectrometrie. En elke techniek levert zijn eigen set aan informatie. Bij infrarood zagen we eigenlijk dat we daarmee te pakken kregen welke type verbinding is het. Is het een alcohol, is het een zuur, is het een ester? Maar we hadden eigenlijk geen informatie over hoe groot nou het molecuul was. Nou, daar is massaspectrometrie heel mooi voor. En we krijgen ook wat structuurinformatie uit massaspectrometrie als we naar de fragmenten kijken. Dus welke techniek halen we uit massaspectrometrie? Ja, daar gaan we dus nu nou net over hebben. Nou, ik zei al, bij een infraroodspectroscopie hierboven, wat voor type molecuul? Is er een C-dubbelgebonden O aanwezig? En wat we vandaag willen kijken is, wat is de bruto formule van het molecuul? Bij de opgave van infrarood kregen jullie die erbij. Dat is nu niet. En nu moeten we hem zien te achterhalen. En via de fragmenten kunnen we zien hoe het molecuul opgesplitst wordt. Hè? En daarmee krijgen we structuurinformatie. Laatste setje gaan we later doen. Nou, omdat we hier op school massaspectrometrie niet als losse techniek hebben, maar altijd als combinatietechniek met een gaschromatograaf. Of als je verderop later in het bedrijfsleven komt met bijvoorbeeld een vloeistofchromatograaf, een HPLC. Heb ik een filmpje opgenomen van hoe de techniek hier op school gebruikt wordt. Dit is een techniek bij ons bij het Foodlab, waar we onderzoek hebben gedaan naar voedingsmiddelen en naar smaak- en geurstoffen. Daar gebruiken we deze gecombineerde techniek, dus GC maal MS. Waarbij we de massa dan vooral gebruiken om stoffen te identificeren. Ja, dus welke geur- en smaakstoffen zijn er nu eigenlijk? Nou, ik zal het filmpje nu niet laten zien, maar deze PowerPoint is gewoon weer beschikbaar op DLO. Dus via die PowerPoint kun je natuurlijk daar weer, via het YouTube-kanaal van mij, kun je daar gewoon weer bij. Dus ik ga nu even door, maar het filmpje staat gewoon online voor jullie. De volgende slide. Nou, massaspectrometrie is een hele grote techniek, waarbij je bijvoorbeeld ook technieken hebt. Oh, ik zal deze even stoppen. Ook technieken hebt als bijvoorbeeld Orbitrap, als bijvoorbeeld triple quad, ion trap, sector field. Nou, je hebt heel veel verschillende technieksoorten voor massaspectrometrie. Nou, voor dit college, ik zal deze even uitzetten trouwens. Oh, dat lukt me nu niet. Hoe krijg ik dat nou uit? Voor dit college wil ik het vooral hebben over de electron impact. Nou, waarom? Even terug. Twee redenen eigenlijk. Electron impact gaat altijd op dezelfde manier. Dus de spectra die eruit komen, die volgen altijd dezelfde set regels. En dat maakt dat ze dus heel geschikt zijn voor identificatie en structuurbepaling. Als je bijvoorbeeld vloeistofchromatografie met massaspectrometrie zou doen, dan is dat ook afhankelijk van het oplosmiddel wat je gebruikt hebt, het Elewens. En dan veranderen dus ook de massaspectra. En dat maakt het veel lastiger om die te identificeren. Deze techniek niet. Nou, we beginnen met een massaspectrometer. Oh. Ik heb goochelen. Ik heb een nieuw dingetje, dus moet ik even goochelen hoe dat werkt. We beginnen weer met de gaschromatograaf. En die gaschromatograaf die scheidt de stoffen van elkaar. Die vind ik in dit geval even niet van belang. Dat doen jullie wel op de praktijk. En jullie gaan ook met een GCMS aan de slag deze periode. Maar de massaspectrometer laat ik nu even voor wat het is. De stoffen worden netjes gescheiden, komen uit de kolom en komen dan in dit systeem terecht. Nou, dit hele systeem is de massaspectrometer. En belangrijk om te weten is, hij staat onder hoog vacuüm. Ionen komen hier binnen en komen in het eerste stuk terecht. Het heet de ion source. En hier worden de moleculen kapotgeschoten. Het molecuul komt binnen en wordt bestraald met met elektronen, een wolk van elektronen. 70 kilovolt staat erop, dus dat is heel veel spanning. Dat molecuul krijgt dan een optater. En belangrijk om te weten is dat het een elektron kwijtraakt. Door die bombardement van elektronen wordt er een elektron uitgeschoten uit het molecuul. Nou, als dat molecuul een elektron kwijtraakt, dan heeft het punt 1 een oneven aantal elektronen, dus het wordt een radicaal. En het krijgt een pluslading, dus het wordt een radicaal kation. Zo'n molecuul heeft dan heel veel interne energie. Dat kan hij eigenlijk nergens kwijt, want dit is hoog vacuüm. Dus het kan geen andere moleculen tegenkomen. En valt dan uiteindelijk in brokstukken uiteen.
Nou, die brokstukken hebben of een lading, of het is het radicaal. Als het een radicaal heeft, heeft het geen lading. En is het voor massaspectrometrie minder interessant, want die worden niet gemeten. Alleen de fragmenten met een lading, dus een pluslading, die worden gemeten. Nou, die gaan dan uiteindelijk, dus hier worden die ionen gevormd. En die worden dan hier naartoe geschoten en komen dan hier in de quadrupol. Nou, dat zijn vier staven. En er wordt een wisselend magnetisch veld opgezet. En dit is eigenlijk een massafilter. Dus wat het doet, ik zet hem bijvoorbeeld op massa 50. Dan laat het alleen maar massa 50 door en wordt hier gemeten. Zitten nou veel fragmenten met massa 50, krijg je hier een groot signaal. Zitten geen fragmenten in van met massa 50, dan meet ik niks. Een fractie van een seconde later zorg ik ervoor dat ik alleen maar massa 51 doorlaat. En dan laat ik alleen maar massa 52 door. En zo scan ik het hele gebied in een fractie van een seconde hoor. Van 50 tot massa 650 meet ik door. En op die manier ontstaat zo'n massaspectrum. Nou, hoe dat fragmenteren dan precies gaat, dat vertel ik in dit filmpje. Ook dat staat weer op YouTube en kun je gewoon bij. Dus mocht je daar meer informatie over willen hebben, ga even naar dat filmpje. Voor nu ga ik door. Dit is dan hoe zo'n massaspectrum eruit ziet. En wat je hier ziet op de x-as, dat is de massa. En het is massa over lading. Die z staat voor lading. Dus het is m gedeeld door z. Nou, in de praktijk is die z eigenlijk altijd 1. Het is altijd 1 plus geladen. Dus die 44 die hier staat, is dus ook massa 44. Want 44 gedeeld door 1 is 44. En dit is ook een fragment met massa 29. Dus dat is op de x-as. Daar staat de massa. Op de y-as, deze as, zie je hier 100%. Ongeacht wat de concentratie is die uit die gaschromatograaf komt, of die nou hoog of laag is, het wordt altijd geschaald op de hoogste voorkomende massa, in dit geval massa 29. En daar, die wordt op 100% gesteld. Dus of dit nou een hoog, dit is propaan, of dit propaan er nou in een hoog of laag concentratie in zat, dat maakt niet uit. Het wordt altijd op 100% geschaald. Nou, zijn er twee begrippen die je dan even moet kennen. In groen, hij wordt geschaald op het hoogst voorkomende fragment. En dat wordt dan de base peak genoemd. Dat is ook het meest stabiele fragment. En de massa van het gehele molecuul wordt dan het moleculair ion genoemd. En daarmee kun je dus de bruto formule bepalen. Heb je nou een heel stabiel molecuul, dan is dit een hele intense piek. En dan is de moleculaire ion heel stabiel, heel intens. Is jouw moleculair ion nou niet stabiel, bijvoorbeeld bij een alcohol, dan zal deze intensiteit heel laag worden. Ja, op die manier krijg je al je eerste informatie te binnen. Dit zijn even een paar begrippen waarvan ik vind, dat is handig om te weten. Nou, kijk nou een iets ingewikkelder spectrum, naar dit molecuul. Dan zie je natuurlijk weer een aantal bekende stabiele fragmenten, zoals die 150, 115. En dat zijn stabiele fragmenten, dus molecuul is kapotgeschoten. En deze fragmenten hebben een lading en zijn stabiel. Maar dit molecuul zelf is als geheel ook heel stabiel. Dat zie je ook. Er zit heel veel dubbele bindingen erin. Dat maakt dat hij het heel goed. Dat betekent dat hij dat heel goed die lading kan verdelen over het molecuul. Dat maakt hem heel stabiel. En wat je ziet is dat het moleculaire ion is tegelijkertijd de base peak. Met een massa van 305 is dat de meest stabiele piek. Maar als je naar verder kijkt, zie je ook een aantal pieken met een massa groter dan de moleculaire massa. Dat is natuurlijk een beetje raar, alsof de massa bijkomt op een of andere manier. Nou, dat gebeurt niet. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen, die chloor heeft massa 35, maar het isotoop van chloor heeft massa 37. Koolstof heeft massa 12, maar er is ook een kleine hoeveelheid, massa 13, aanwezig voor koolstof. Dus dat zijn de isotopen. Dus wat je hier ziet zijn isotooppieken. Ja, en met de isotooppieken kunnen we hele belangrijke informatie boven water halen om de bruto formule te bepalen. Nou, dan moeten we even kijken naar welke atomen leveren ons dan hele belangrijke informatie. Nou, gelukkig koolstof zelf, dat is natuurlijk wel heel fijn, want we kijken naar organische moleculen en die hebben eigenlijk altijd koolstof. En dan zie je koolstof 13, dat noemen we N plus 1, komt 1,1% voor. Dus niet zo heel veel, maar toch is dat genoeg om straks relevante informatie uit te halen. Zuurstof, maar heel klein beetje, 0,04%. Hij staat er wel bij, eigenlijk gebruiken we hem nooit. Wat verder opvalt,
m plus 2. Dus ons moleculaire ion was 300 en, 305. Dus bij 307, dat is dan de m plus 2 piek. Komt hij 33% voor, 32% voor ten opzichte van de 100% moleculaire piek. Hè, dus 1/3 deel daarvan, dan komt dat overeen met een chloor. En is hij bijna even hoog, want je zit dus bijna 100%, dan is het een broom. Dus chloor en broom laten zich heel mooi herkennen via die m plus 2 piek. Het infrarood spectrum vonden we dat lastig, omdat hij in het fingerprintgebied zit. Hier zien we het heel erg goed. Dus hier kunnen we ook gelijk gebruik van maken van de isotopieken om meteen chloor en broom toe te kennen. Nou, die koolstof, dat ligt wat ingewikkelder. Daar gaan we zo meteen een sommetje mee doen, hopen dat het wat duidelijker wordt. Dan hebben we nog een belangrijke regel. Er ontstaat tijdens de ionisatie een oneven elektron kation. Dus het molecuul wordt, het elektron wordt uitgeschakeld, het moleculaire ion blijft nog heel en het krijgt dan een oneven aantal elektronen. Dus het wordt een radicaal, vandaar de punt. En het heeft een elektron minder, dus vandaar de plusloading. Dus dat noemen we een oneven elektron kation. Radicaal kation. Als dat gesplitst wordt, dan ontstaat er dus een even elektron, fragment, kation, plus een radicaal. Die punt, dus hij splitst hem, de punt gaat naar de ene kant en de plus gaat naar de andere kant. Bekijk het filmpje nog even dat ik in het begin liet zien, wat op YouTube staat. Daar leg ik het denk ik wat beter uit als wat ik nu loop te doen. Nu is het zo dat als dat oneven elektron, dus moleculaire ion, daar staat er eigenlijk, als dat even is, dus een even massa heeft, dan heeft het geen of een even aantal stikstoffen. Nou, dit is een tweedejaars vak. Ik zal geen moleculen behandelen met 2 of 4 of 6 stikstoffen erin. Dat wordt ingewikkeld. Dus voor jullie betekent het eigenlijk, heeft een moleculair ion een even massa, dan heeft het geen stikstof. En als je dat nog even zeker weten wil, dan kijk je daarna naar de fragmentionen, want die hebben dan een oneven massa. Dus is het anders? Heb je een oneven massa? Die 305 van net had een oneven massa. Dan heeft het dus wel een stikstof, een oneven aantal stikstoffen, voor een tweedejaars vak eentje. En dan zul je zien dat de fragmenten die dat stikstof nog bevatten, hebben dan een even massa. Dus dan kun je jezelf ook even controleren daar. En dit is de stikstofregel. Dus die is heel fijn om te weten, oneven massa, stikstof, even massa, geen stikstof. Nou, hoe komen we dan tot die bruto formule? Want dat willen we eigenlijk. Het eerste waar ik even naar kijk is, bevat het die chloor of die brom? Maar dan zit er een halogeen in. Dus dan kijk je naar de m plus 2 piek. Is die 1/3 stikstof, is die even hoog? Brom. Chloor, brom. En ik kijk naar de stikstofregel. Heb ik een oneven massa of heb ik een even massa? Als ik dat gedaan heb, dan gebruik ik daarna de verhouding van die m plus 1 piek. Dus in dit geval hadden we massa 305. Dus dan kijk ik naar de intensiteit van massa 306. Wetende dat koolstof 13 1,1% voorkomt. Aan de hand daarvan, ik zal straks een sommetje laten zien, aan de hand daarvan bepaal ik het aantal koolstoffen wat de bruto formule heeft. En als ik het aantal koolstoffen heb, dan kan ik het aantal waterstoffen eenvoudig berekenen door te zeggen ik heb de moleculaire massa min mijn halogeen, chloor, brom of mijn stikstof. Dus geen halogeen, maar oké. Min het aantal koolstoffen keer 12 wat ik gevonden heb. En dan hou ik het aantal waterstoffen over. En ik vind dit eigenlijk de meest elegante manier. Ik zal zo meteen nog een manier laten zien waarop je de bruto formule kunt bepalen. Maar ik vind dit de meest elegante manier omdat je hier ook echt het massaspectrum voor gebruikt. En dus echt gebruikt van gemeten waarden. Kom je dan op veel te veel haas, als je dit sommetje hebt gedaan. Dan komt omdat je zuurstof gemist hebt. En wat je dan doet is dan trek je 16 af van het aantal haas wat je gevonden hebt en dan voeg je een zuurstof toe. Ook dat laat ik zo meteen in een sommetje zien. Klinkt misschien nu nog een beetje vaag hoe ik dit uitreken. Ik hoop dat het sommetje duidelijk is, maar dit is het schema wat ik gebruik. Nou, stel, ik heb een molecuul en ik weet niet wat het is. En ik moet de brute formule achterhalen. Dan kijk je, nou in dit geval heb ik mazzel, want dit is mijn moleculaire piek.
128, even getal, dus geen stikstof. En deze stel ik dan op 100%. In dit geval is hij ook 100%, maar ik stel hem ook even op 100%. Ik zie een N+2 piek, dat is deze. En ik zie dat dit stukje ongeveer 1/3 is. Dus een chloor. Zou die even hoog zijn geweest, is het een brom. Dus er zit 1 chloor in het molecuul. Mijn N+1 piek, dat is deze. En je ziet dat die heel klein is. Die is 6,8%. Dus 6,8% wordt veroorzaakt door koolstof 13. Dus wat ik dan doe, is ik pak die 6,8% en ik deel dat door 1,1%. En wat ik dan overhoud is 6. En die 6 zijn koolstoffen geweest. Dus ik heb 6 koolstoffen in het molecuul zitten. Ja, als ik dat eenmaal weet, dan heb ik dus 128... min, ik weet dat die chloor erin zit, dat is massa 35. Dat is even belangrijk. Je kijkt naar absolute getallen. Dus je kijkt in dit geval niet naar wat Bina zegt, 35,45. Want dat is een gemiddelde van de twee isotopen. Dus je kijkt naar het kleinste isotoop, massa 35. Voor brom is het nog belangrijker, want brom is massa 79. En het isotoop is massa 81. En als iets evenveel voorkomen, is het gemiddelde 80. Maar dan gaat de boel mis. Dus je kijkt naar het atoom zelf. Dus dat is massa 79. 128 min de chloor 35 min 6 maal 12. En dan hou ik 21 over. Dus dan zou ik een molecuulmassa hebben van een brute formule hebben van C6H21Cl. Dit kan niet. Chemisch is dit natuurlijk een heel vreemd molecuul. Dus er zijn veel te veel waterstoffen. Dus wat ik nou doe, is ik trek er 16 af. Dus dan kom ik op 5 en ik voeg een zuurstof toe. En op deze manier komt de bruto formule tot stand. Nou, dit is de ene manier waarop dat kan. En nogmaals, ik vind dit de meest elegante manier, omdat je hier echt gebruik maakt van het infraroodspectrum. Het is echter nog een manier. Het boek gebruikt de regel van 13. Ik vind het iets minder elegant, omdat het dan wat meer een wiskundige manier is om tot een bruto formule te komen. Dus meer een wiskundig trucje eigenlijk. Maar ik zal hem toch behandelen. Het boek behandelt hem ook in hoofdstuk 1. Dus ik pak hem er gewoon even bij. Wat je doet is, je gebruikt deze formule. En je vult voor M die massa 128 in. He, dat is de gevonden massa die je pakt. Die vul je in. En als je dan doet, dan probeer je die N en die R probeer je te achterhalen. Dat is gelijk een probleem. Want nu heb ik 1 vergelijking met 2 onbekenden. Dat kun je natuurlijk niet oplossen. Dus je moet een gokje wagen. En mijn gokje is, ik doe M, die 128 deel ik door 13. Dat is dan 9, huppel de pup. En dan zeg ik N is dan 9. Die rond ik naar beneden af. Dus die 9, huppel de pup. Ik kap hem hier af en ik zeg N is 9. En wat je dan overhoudt is dan dit stukje. Dit is dan X is dan R gedeeld door 13. Nee, want dat is dan dit stukje. En dat kun je dan invullen en op die manier krijg je je R te pakken. Dan heb je een algemene bruto formule uit het boek en die zegt dan het aantal. De bruto formule is dan C9H9+, wat ik dan voor R vind. Dan moet ik een tabellenboek gebruiken. Die staat om de functionele groepen toe te kennen. En als ik dat heb gedaan, dan komt er vaak gelijk het goede antwoord eruit. Lukt dat niet? Dan heb je het gokje net even verkeerd gedaan. Pak dan niet N is 9. Pak dan N is 8. En doe het sommetje opnieuw. En totdat je het uitkomt op een reële formule. Nou, dit is hoe het boeken doet. Het staat in hoofdstuk 1. Raadpleeg het ook eventjes. Kan een hele fijne manier zijn. Sommigen hebben ook duidelijk de voorkeur voor deze. Ik vind het een beetje een wiskundig dingetje. Dus ik heb mijn eigen methode bedacht. Via functionele groepen. Maar wat je daar weer voor nodig hebt is informatie uit het infraroodspectrum. Maar ja, ik zeg het, je krijgt altijd 3. Dus vandaar dat ik meestal met infrarood begin. Ik bepaal eerst welke functionele groepen zitten erin op basis van het infraroodspectrum. Dus als ik weet dat ik een ester heb, dan weet ik alvast dat ik een C-dubbel gebonden O-O-piek heb. Dus dan weet ik dat ik 2 zuurstoffen moet gaan meenemen in mijn formule voor straks. Vervolgens kijk ik nog even naar het massaspectrum of er een stikstof, een chloor of een brom in zit. En daarmee bepaal ik F, de massa van de functionele groep.
Hè, dus F is in dit geval de massa van mijn totale functionele groep. Dus mijn twee zuurstoffen, mijn chloor, mijn stikstof enzovoort. Het aantal koolstoffen wat ik dan heb is gelijk aan de massa, die 128, min mijn functionele groep, bijvoorbeeld mijn zuurstof of mijn chloor, gedeeld door 12. Dan heb ik mijn koolstof altijd naar beneden afronden. Heb je die koolstoffen te pakken, dan kan ik het waterstof vrij makkelijk uitrekenen via deze formule. En eigenlijk ben ik er dan meestal wel, komt er dan toch geen reële formule uit. Trek er dan één koolstof af en tel er 12 bij. Dan bij je er. Ik heb mezelf bedacht, gaat meestal goed. We gebruiken hem al een paar jaar en het is tot nu toe nog niet fout gegaan. Dus ik denk wel dat het redelijk lukt voor jullie. Nou, heb je dan de bruto formule, dan heb je natuurlijk eigenlijk al het meeste deel van, het belangrijkste deel heb je dan al. Maar dan is het toch ook wel fijn om te weten hoe onverzadigd het molecuul is. En dat, dat noemen we door de ring double bond equivalent uit te rekenen. En dit is de nette manier, nummertje 1. Via de regel van 13 kun je ook deze gebruiken in hoofdstuk 1. Maar eigenlijk gebruik ik altijd de bovenste. En dan tel je dus het aantal 1 plus het aantal koolstoffen min, nou ja, vul gewoon deze formule in en dan komt dat uit. Die ring double bond equivalent komt daar 1 uit. Dan heb je 1 onverzadigde verbinding, dus 1 dubbele binding. Kan een C-dubbel gebonden O zijn of een C-dubbel gebonden C. Komt daar 2 uit, dan heb je een alkyne of 2 dubbele bindingen ergens zitten. Maar komt daar nou 4 uit of meer, teken dan alvast maar een aromatische ring. Nee, want aromatische ring, als ik dat netjes teken, dan heb ik 1, 2, 3 dubbele bindingen plus de ring zelf is dus een U van 4. Dus heb je 4 of meer, teken maar een aromatische ring. Op de middelbare school hebben jullie ooit geleerd dit regeltje. Een alkaan CnH2n plus 2. Een alkeen CnH2n en alkyne CnH2n min 2. Met de U-waarde heb ik het achter gezet. Dat is vaak een heel handig regeltje om in je hoofd te hebben. Heb je een bruto formule, je kunt het gaan uitrekenen. Maar vaak doe ik het even met dit soort regeltjes die ik nog van de middelbare school zelf geleerd heb. Die geven me vaak gewoon een beste eerste indruk. Dus gebruik die ook weer. Ik heb nu de bruto formule. En we hebben nu gezien, ik heb het moleculaire ion. Maar nu valt het moleculaire ion valt in brokstukken uiteen. Dat moleculaire ion heeft al die interne energie, dat wil het eigenlijk niet, en het valt uiteen. Dat kan uiteenvallen via allerlei chemische, allerlei breukreacties. De belangrijkste heb ik hierboven genoemd, die ik met jullie behandelen wil, de sigma-breuk en de alfa-breuk. Dat zijn de twee belangrijkste eigenlijk. Daarnaast zijn er ook nog dehydrataties, omleggingen, bij alcoholen bijvoorbeeld, dan gaat er water wordt afgesplitst. Mac-Lafferty omleggingen, het boek behandelt ze. Inductieve breuken, Diels-Alder reacties, ringopbrekingen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik in het derde jaar met jullie behandelen wil. Dus voor het tweede jaar wil ik me vooral focussen op de sigma- en de alfa-breukreacties. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst nog even deze regel behandelen. De regel van Stephenson. Dat moleculaire ion heeft een lading gekregen en dat valt in brokstukken uiteen. Maar dat moleculaire ion had een plus en een punt en een radicaal en een kation. Dus als dat in brokstukken uiteenvalt, dan krijgt één brokstuk het radicaal, de punt. En die wordt niet gemeten, want die heeft geen lading, die is neutraal. En het andere fragment krijgt de pluslading en die gaan we meten, want die heeft wel de lading. En je bent dus geïnteresseerd in, ja, maar welk van de twee krijgt nou de lading? Dat bepaalt de regel van Stephenson. Het ion wat het meest stabiel is en wat het beste dus de lading kan verdelen over het molecuul, die krijgt in eigenlijk bijna alle gevallen de lading. En het deel wat niet zo goed die lading kan verdelen, dat krijgt dus het radicaal, de punt. Dus je ziet vaak dat een methylgroep heeft eigenlijk bijna nooit een lading, want die kan het helemaal niet goed verdelen, dus eigenlijk altijd de punt. En wat je vaak ziet is dat het fragment wat de meeste functionele groepen heeft, die krijgt vaak de lading, want die is vaak het meest stabiel. Die kan de lading het beste verdelen. Nou, en hoe stabieler dat fragment is, hoe moeilijker het verder kapot te krijgen is en dus hoe meer je ervan meet. Zoals je hier ziet, dit is het moleculaire ion.
dat valt uiteen. Het is een even massa. En je ziet dat de fragmenten allemaal oneven massa heeft. Dus dit heeft geen stikstof, dit is een alkaan. Het valt uiteen en wat je ziet is de base peak, massa 57, 100%, dus dat is de base peak, is het meest stabiele fragment geweest. Daarnaast is ook nog een vrij stabiel fragment van massa 73 en eentje van, 43 en eentje van 29. Er breekt dus wat af. Nou, wat breekt er dan af? Oh, ik dacht dat het automatisch van beeld komt. Wat breekt er dan af? Massa 29 en massa 29 staat gelijk aan een CH2, CH3 groep. Deze heeft dus de punt gekregen, want die meld ik niet, die heeft geen lading. Dus die breekt af. Je ziet hem trouwens hier ook weer. En hier heeft hij dus blijkbaar wel de lading gekregen, want anders zie ik hem niet. Dit afbreken van een methyl, een ethyl, een propyl, etc. Dus verlies van massa 15, 29, 43, etc. Dat is gewoon het afbreken van een alkaan. Het gaat steeds een stukje af. Steeds een groter brokstuk gaat eraf. En dit noemen ze een sigma-breuk. Die alfa-breuken, die zijn gekoppeld aan functionele groepen. En daarom vind ik ze eigenlijk nog leuker. En ze breken eigenlijk alfa, dus dit is het eerste koolstofatoom wat aan de functionele groep zit. Dus dan breekt hij hem hier. Nou, schematisch laat je het volgende zien. Ja, dit is het moleculaire ion, plus en de punt. Dit elektron kan ik hier naartoe brengen. Als ik dan hier een elektron van deze binding breek, dan kan ik hier een dubbele binding vormen. Hier is één elektron weggegaan, dus dit elektron gaat hier naartoe en vormt dan hier het radicaal. Dus hier zie je de vorm van het radicaal. Die wordt niet gemeten, heeft geen lading. En dit heeft de pluslading gekregen, dus die kan ik meten. En hij breekt hem dus, op deze plek breekt hij hem af. Voor ketonen in hem dito, hij kan hem, dit is het eerste koolstofatoom aan de functionele groep. Dus ik kan hem hier breken of ik kan hem daar breken. Ook hier weer, dit is het radicaal, die gaat hier naar binnen toe. Dit is het radicaal, die gaat hier naar binnen toe. Vanuit deze binding gaat hij daar naartoe. Dus het radicaal zelf gaat dan altijd naar deze R-groep. En zo ontstaat er dus dit radicaal. En zie je hier de pluslading ontstaan. Deze wordt weer gemeten. En het radicaal gaat weer los. En dit is die alfa-breuk. En dat is eentje die je heel veel ziet. Als je die kunt toekennen, dan gaat het fijn. Nou, je ziet hem bijvoorbeeld hier. Moleculair ion, 134, even massa, geen stikstof. Alle fragmenten oneven, dus inderdaad geen stikstof. En, gaat sommetje trouwens helemaal doen. Uit het IR blijkt pieken bij 1700, dus dat betekent dubbelgebonden O-piek. 1600, 1500, 1450, aromaat. En ik heb, deze is 18% en dit is mijn moleculaire ion, dus die stel ik nu eventjes op 100%. Deze komt bij 1,8% voor, dus door op kruislings te vermenigvuldigen, weet ik hoeveel procent er dan werkelijk. Weet ik dan de verhouding ten opzichte van die 100%. Als ik dan dit getal deel door 1,1, ik zal het even netjes hier laten zien, dus die 1,82 maal 100 gedeeld door 18 is 10, is een verhouding dus 10% ten opzichte van de moleculaire piek. Die deel ik door 1,1 voor koolstof 13 en dan heb ik dus 9 koolstoffen. Als ik weet dat ik 9 koolstoffen heb, 134 min 9 keer 12 is 26 waterstoffen, dan zou ik dus C9H26 hebben. Ja, dat kan helemaal niet. Dus ik trek hier nog 16 waterstoffen af. En dan kom ik tot C9H10O. Nou, als je de onverzadigdheid hiervan uitreken, dan snap je al dat dat dik onder de 4 zit. Dus dit is een aromatische ring. Wist ik eigenlijk ook al vanuit het IR-spectrum. En als ik dan ga kijken, dan zie ik hier een stuk afbreken. 29, dus C2H5, dus een ethylgroep breekt er hier af. En als ik dan dit molecuul heb, oh, dat is net onhandig, heb ik een gummetje. Dus even dit wegpoetsen. Als ik dan dit molecuul heb,
Hoe kan ik hem dan verklaren? Nou, die ethylgroep met deze breuk, dus die alfa-breuk, kan ik heel mooi deze ethylgroep eraf halen. Die krijgt dan de punt en dit gedeelte krijgt dan de lading en dat is die massa 105. Waar komt dan die massa 77 vandaan? Ik moet even pakken weer met een gummetje. Oh. Ja, gummetje. Dus ik haal dit heel even weg. Oh. Gummetje. Zo. Die massa 77 kan ik natuurlijk verklaren door een alfa-breuk hier te plaatsen. En dan krijgt dit de plus en dan is dit de punt, of andersom. Dat is dan die massa 77. Maar je ziet al, hij komt minder veel voor. Dus een breuk hier is logischer voor die massa 105. En deze krijg je wanneer je deze aromatische ring gaat openbreken. En dat behandel ik verder niet. Dus op die manier kun je vrij snel kun je zien van, hé, dat moet deze structuurformule zijn. Ik gebruik massaspectrometrie dus ook met name als ik de structuurformule eenmaal heb, om te controleren of die klopt. Dus ik gebruik hem niet zozeer om de structuurformule te gaan bepalen, maar meer een bepaalde structuurformule die ik heb bepaald vanuit IR en NMR controleren. Dat is waar ik hem meestal voor gebruik. Nou, waren nog wat vragen voor jou over de mail gekomen. Met die massa 16 was dat ingewikkeld. Ik zal het bij het werkcollege nog even duidelijker laten zien. Dat ging vrij abrupt, maar het komt er meestal op neer. Heb je te veel waterstoffen bij de bepaalde structuurformule, bij de bepaalde bruto formule, zet er dan zuurstof er in de plaats en trek er 16 af. Soms kun je het niet aflezen. Hè, want als ik nu niet... Even een gummetje weer pakken, want dat is al geklieder voor mij. Zo. Als je nou niet deze waarde hebt... Dus als je nou niet deze waarde hebt, de intensiteit, ja, dan moet je hem zo aflezen op de x-as. Of op de i-as, dat is best lastig. En zeker voor bijvoorbeeld die n plus 1 piek, die hier heel klein is, dan is dat heel moeilijk af te lezen. Dus dan kun je eigenlijk die formule niet toepassen. Dan heb je de regel van 13, of de regel die ik zelf bedacht heb met de regel van Karsten. Die kun je dan gebruiken. Straks moeten jullie alles inleveren. En dan is de vraag, kan ik het niet gewoon op papier tekenen en een foto maken? Of teken ik het in Paint? Nee, ik vind eigenlijk, jullie zijn nu tweedejaars. Jullie moeten straks ook verslagen inleveren, straks bij het afstuderen, maar ook al tijdens de opleiding. Gebruik daar nou gewoon professionele programma's voor. He, je kunt GemSketch kun je gratis downloaden. Gebruik dat programma om goed te tekenen. Mensen met een Mac, staat hier een webadres bij, waarbij je dat freeware ook kunt doen, zodat je gewoon goed getekende structuren levert. Het moet je ook uiteindelijk doen voor straks de praktijken, moet je ook gewoon in je verslagen met fatsoenlijk getekende structuurformules komen. Dus doe dat ook voor dit vak. Dit was hem voor nu. Er zijn vast allerlei vragen. Dat komt dan lekker bij het werkcollege. Of misschien via Teams straks. In ieder geval bedankt voor het kijken van de film. Tot kijk!